Wij zijn hier bezig met onze fotoshoot voor FHM. Ik merk dat ik ontzettend mezelf kan zijn. En ja, dat is toch eigenlijk waar je naar op zoek bent als kunstenaar. Naar de meest pure vorm van jezelf overbrengen naar het volk. Tom, kan je heel even je buik inhouden? Sorry. Ja, dat is beter. Wij willen graag in de FHM staan omdat we toch willen laten zien wie we echt zijn. We zijn ook hele fysieke jongens. Voel je sexy, kom op. En we willen op heel veel manieren ons verhaal vertellen. En dat we nu ook met ons lichaam en onze schoonheid kunnen vertellen. Dat is gewoon echt gek. Ja, dit is perfect. Nu valt het gewoon heel natuurlijk. Die natuurlijke kamstreep, het is keihard, het is bijna pijn, zo strak zit het. Thanks, dankjewel. Ik weet zelf dat ik hier goed in ben, maar ik vind dat Yannick het heel erg goed doet. Ja, hij is een natuurlijke schoonheid en ja, zijn ogen die spatten van het scherm af. Maar dat hij ook hele natuurlijke poses weet aan te nemen en dat hij veel input geeft voor de shoot, dat had ik niet zo van hem gedacht. Ja, cool Tom. Kijk maar aan. We komen niet echt voor verrassingen te staan, omdat we gewoon wel echt mega goed voorbereid zijn. We hebben super veel FHM's bekeken. Dat doen we echt al ons hele leven. En die interviews lezen we ook, daar gaat het natuurlijk vooral om. Dus nee, verrassingen niet echt. Eigenlijk alleen maar positieve verrassingen. Het is gewoon super leuk en het is echt een droom die uitkomt. Het is gewoon een toplocatie. Je zit zo op de snelweg. Je hoort vaak dat mensen dan gaan jullie naar New York, naar Brooklyn. Ik denk nee. Breukelen. We hebben ons eigen Brooklyn hier. En lachen. Hey, hoe gaat het met de voorbereiding van de voorstelling? Oh ja, wel prima eigenlijk, ja. Yannick? Sorry, ik was even aan het plassen. Wat was je vraag?